Marianne Thieme treedt terug als verenigingsvoorzitter voor een Partij voor de Dieren. Ze blijft echter wel volop voor de partij in de Kamer actief. Wie uiteindelijk de nieuwe verenigingsvoorzitter wordt, is nog onduidelijk. Ik vind het wel tijd worden dat er gewoon iemand komt die met onverdeelde aandacht met verenigingszaken bezig kan houden. Wellicht krijg ik wat meer tijd. Misschien een avondje vrij of zo. Ik heb natuurlijk ook nog een gezin. Dus wellicht dat daar meer ruimte voor komt. Maar ik ken mezelf ook goed genoeg om toch gewoon weer mijn fractiewerk dan te gaan doen. Zeker ook met dit kabinet wat er aan zit te komen, waar weinig aandacht zal zijn voor dieren, natuur en milieu. Het gaat alleen maar over geld op korte termijn belangen. We hebben nu echt een politieke partij nodig die niet aan het egoïstische eigen belang denkt, maar voor dingen die echt de moeite waard zijn. Waar moet de voorzitter aan voldoen? Ik denk dat je goed moet kunnen luisteren naar de leden. Het doel voor ogen moet houden van de Partij voor de Dieren. Dat je moet durven om tegen de stroom op te roeien. En dat je vooral ook veel verstand hebt van verenigingszaken.